www.deboodschap.today. COVID-19 informatiebijeenkomst met traditioneel gezag. Op uitnodiging van president Desiree Bouterse zijn traditionele gezagdragers uit het binnenland formeel geïnformeerd over de dreigende COVID-19-uitbraak in het binnenland. Deze ontmoeting vond plaats op donderdag 16 april. Directe aanleiding hiertoe is de illegale oversteek van personen aan de oost-, zuid- en westgrens van Suriname, ondanks de sluiting van de grenzen om besmetting van het coronavirus tegen te gaan. De bijeenkomst vond plaats in de congreshal. Het COVID-19 management team en mediacentrum waar de nodige veiligheidsregels zoals handreiniging, temperatuurcontrole en social distance in acht werden genomen. Het volledig bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.